Het beste product zal nooit het bekendste product verslaan. En wat bedoel ik daar nou mee? Je kunt nog zo'n goed product hebben. Je kunt nog zo'n geweldige dienstverlening hebben. Je kunt nog zo hard je best doen om echt de allerbeste en hoogste kwaliteit neer te zetten. Maar het bekendste product kan misschien alsnog ervan doorgaan met de omzet die je eigenlijk had willen hebben. Met de uitgaven die je van klanten had willen hebben. En dat komt omdat bekendheid nou eenmaal belangrijker is. Bekendheid is belangrijker. En als ik een heel simpel voorbeeld pak, kijk bijvoorbeeld naar de fastfoodketens. Denk je dat de gemiddelde fastfoodketen de beste koffie heeft of de lekkerste burger of de beste frietjes? Nee, en dan nog niet eens te spreken over de service die ze aanbieden. Ik durf te wedden dat als je een eigen bedrijf hebt, dat jouw product beter is, dat je service beter is en dat je denkt, ja, zo'n fastfoodketen, dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar als je met die informatie nou te werk gaat en bedenkt, wacht eens even, als zij dus met zo'n beroerde service en zo'n eigenlijk lage kwaliteit aan producten zichzelf toch zo goed in de markt kunnen zetten, toch genoeg verkoop geven, genereren, om zoveel omzet te maken, om zoveel bekendheid te creëren, waar gaat het dan bij jou fout? En ik wil niet zeggen dat je het niet goed doet, ik wil alleen aangeven, als mensen je niet kennen, kunnen ze niet bij je kopen. En dat bedoel ik dus ook, het beste product zal nooit het bekendste product verslaan. Dus als je nou een goed product hebt, zorg er dan voor dat mensen te weten krijgen. Dat mensen erover horen, dat mensen het lezen, dat mensen het zien, dat je mensen informeert van, hoi, ik ben er. Dit is een geweldig product. Koop bij mij. Kom informeren bij mij. Kijk wat ik allemaal voor je kan doen. Want als mensen je niet kennen, kunnen ze ook niet bij je kopen. Wil je hier nou meer over weten? Check dan eventjes mijn website. Ik heb een hoop gratis downloads daar staan, waarmee ik je hopelijk verder op weg kan helpen. Zoals, hoe spring je eruit in de massa? Hoe zorg je ervoor dat als mensen je bellen, dat je de juiste informatie aan ze geeft? Hoe zorg je ervoor dat als je een offerte maakt, dat deze ook op alle punten klopt? Niet alleen vanuit jouw ogen, maar ook uit de ogen vanuit de klant. Dat de klant ernaar kijkt of de prospect ernaar kijkt en denkt, hé, dit is inderdaad de beste offerte van alle offerteaanvragen. Deze wil ik hebben. Check de website timosonius.com en als er nog vragen zijn, laat het me weten.